deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je in de titel hebt kunnen zien, heb ik voor vandaag weer een lookbook waarin ik outfits of the week met jullie ga delen. En ik heb een hele leuke mededeling. Je hebt het misschien al gezien bij het openen van deze video dat mijn YouTube naam veranderd is. Voorheen was het About Mo. Ik ga vanaf vandaag verder als Liefs Monique. Dit doe ik om mezelf gewoon een beetje wat meer zelfliefde te geven. En ook om een beetje wat meer zelfliefde aan mijn social media kanalen toe te voegen. Ik merk gewoon dat de afgelopen tijd About Mo gewoon steeds minder bij mij ging passen op een of andere manier. En Liefs Monique, het voelt gewoon als een beetje een nieuwe start. Gewoon als een weer wat iets nieuws, iets fris. En niet dat dat betekent dat mijn content op YouTube gaat veranderen. Want nee, ik blijf gewoon lekker veel shoplos met jullie delen. Maar ik ga gewoon wat meer zelfliefde doen. Ik weet dat ik best wel kritisch ben over mijn figuur. En ik ben echt aan het leren. Ik mag er ook zijn. Ook met een maatje meer. Ook wat voller, wat steviger. En ja, dat wil ik gewoon op mijn YouTube kanaal een beetje door gaan voeren. Zodat ik ook een beetje wat zelfliefde aan jullie kan geven. In ieder geval heb ik niet stilgezeten in de vakantie. Ik heb lekker wat content kunnen maken voor jullie. Waaronder dus ook dit lookbook. Het zijn niet lookjes die ik allemaal achter elkaar heb gefilmd. Of we moeten dat uitleggen, niet van één en dezelfde week. Maar van allerlei verschillende momenten. We hebben heel erg in het moment geleefd in de vakantie. Dus we zagen wel wat we gingen doen. We hadden een aantal uitstapjes. Maar ik vond het ook gewoon prima om gewoon wat chille dagen thuis te hebben. Dus de momenten dat we een uitstapje hadden, had ik zoiets. Ik pak mijn camera erbij en ik ga mijn lookjes vastleggen. Ja, jullie weten het ondertussen. Deze beelden wil ik altijd met jullie delen. Puur ter inspiratie kun je terug je tips en tricks uithalen. Ik vind het altijd heel erg leuk om deze video's te bekijken. En ik hoop zo een beetje inspiratie over te brengen naar jullie. Als je in ieder geval zin hebt in deze video, doe dan eventjes die duimpjes omhoog. Abonneer je nog eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wens ik je in ieder geval heel veel kijkplezier. Een hele goede middag en welkom weer bij lookje nummer 1. Ik heb hier even het raam openstaan, want het is best wel warm. Dus mocht je wat achtergrondgeluiden horen, dan weet je waaraan en waaraf. Maar ik heb me klaargemaakt om zo meteen naar Limburg te gaan. We hebben een feestweekend, want mijn moeder wordt 60 jaar. En ik dacht, dit is misschien wel de leuke gelegenheid om al mijn partyoutfitjes met jullie te gaan delen. Ik doe eventjes zo, want het is maar eventjes de vraag wat het qua weer doet. Maar dit is in ieder geval de look van vandaag en ik vind hem echt fantastisch. Dit is echt een van mijn lievelingsjurkjes. En als ik het aan heb, dan voel ik me ook altijd heel vrolijk. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is van vorig jaar van de Zara. Ik vind het echt een ontzettend leuk jurkje. Het is heel vrouwelijk. Ik vind de kleur heel erg mooi. Hij is wel iets feller groen in het echt dan op beeld. Maar dat mag de pret niet drukken. Van de Zara. Ik vind hem helemaal fantastisch. Ik heb daaronder wel gewoon een wit cycle shortje aan. Ja, hij waait nogal omhoog. En ik heb ook niet zo zin in een onderbroek fiasco. Verder draag ik van die Adidas Stan Smith. Als ik het goed zeg, Sam Smith, Stan Smith. Ik weet het niet precies. Maar ja, wit met groen. Echt een prima combinatie. Met mijn jurkje. En jullie weten het ondertussen. Ik hou gewoon heel erg van dat girly versus wat stoerder. Verder heb ik mijn haren op zo'n half staartje gedaan. Ik heb een pareloorbelletje in. Die zijn van de Primark. Verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Gewoon een heel erg leuk, vrolijk lookje om deze vrijdag. Ja, niet mee van start te gaan, want het is al in de middag. Maar om deze vrijdag verder in voor te zetten. Ik vind hem heel erg leuk. Ik ben er heel erg blij mee. En ik wilde hem graag met jullie delen. Dus vandaag lookje nummer 1. En dan hoop ik dit weekend de volgende lookjes met jullie te kunnen delen. Een hele goede middag. Welkom bij lookje nummer 2. Ik doe het eventjes heel snel, want we zitten midden op de verjaardag van mijn moeder. Maar ik dacht, ik wil nog wel even snel mijn lookje van vandaag laten zien. Dit is mijn feestoutfit geworden. Het lijkt een jurkje. Het is een jumpsuit. En dat is met, of ja, een jumpsuit, een playsuit. En dat is met dit weer eigenlijk gewoon perfect, want het waait best wel hard. Dus als het een beetje waait, dan sta ik niet meteen in mijn onderbroek. Heerlijk pakje van Shein. Ik ben er super blij mee. En voor de oplettende kijker, ik heb deze dus ook al eerder besteld in het beige met zwarte stipjes. En ik heb op de planning staan dat ik ook de witte met zwarte stippen ga bestellen.
Ja, ik vind het zo'n fijn pakje. Ik vind het zo ontzettend leuk. Het is gewoon één dingetje aan en je bent gewoon meteen good to go. Verder heb ik daaronder mijn neppe All-Stars aan van New Yorker. Het zijn van die platforms. Ideale schoenen voor vandaag. Enkelbandjes heb ik aan. Eentje is van Shein. Eentje is van een keer in Spanje gekocht. Dat heb ik al heel lang. Verder heb ik een kettingje aan van AliExpress. Een oorbelletje van Bijou Brigitte. Ik heb een beetje make-up op. Mijn lipstift is er tijdens het eten en tijdens het drinken een beetje van afgegaan. Ik heb mijn haren op zo'n half staartje. Al met al een heel eenvoudig lookje, maar wel gewoon weer heel erg leuk. En ik wil het graag weer met jullie delen. Lookje nummer 2 voor nu. Ik ga snel verder feesten en dan zien jullie mij van de week weer met lookje nummer 3. Een hele goede middag en welkom bij lookje nummer 3 alweer. Zoals je kan zien staat mijn raam weer open. Maar het is vandaag echt zo'n typische Nederlandse dag. Het is het ene moment stikwarm buiten. En het andere moment komt het er met bakken uit. Dus op de momenten dat ik even mijn raam open kan zetten, doe ik dat ook. Want het is beneden. Beneden. Het is binnen echt niet normaal vochtig en klam en gewoon smerig. Ik wist eigenlijk ook niet zo heel erg goed wat ik aan moest doen. Maar dit is de look geworden. Wij staan op het punt om zo richting vrienden te gaan. We gaan een leuke spelletjesavond houden en we blijven er ook lekker eten. En ik had geen zin in een broek. Ik had geen zin eigenlijk in heel veel kleding om mijn lichaam. Dus ik dacht, dan doen we het zomaar. Ik heb een roze skort aan van Shein. Van Shein Curve. Ja, jongens, het is een skort. Want zoals je kan zien, is het een broekje. Echt ideaal. Daarop heb ik een riem van Bonprix. Die heb ik al een aantal jaar. Is gewoon een heel fijn riempje. Al merk ik wel dat hij een beetje slijtplekken begint te krijgen. Dus ik moet even een nieuwe bestellen. Ik heb er een shirtje onder. Met roze letters en met zwarte letters. En die is van de Primark. Heb ik ook al een aantal jaar. En daaroverheen heb ik dit spijkerjasje ook van Shein. En ik twijfel of dat Shein Curve is of van een gewone collectie. Maar daar zitten van die kettingen op de rug als je het goed kan zien. En dat maakt natuurlijk de outfit. Of de outfit. God, ik kom vandaag niet uit mijn woorden, jongens. Dat maakt de outfit ook gewoon net even wat stoerder. Omdat dat roze natuurlijk al heel girly is. Daaronder heb ik van die neppe alstag plateau zolen schoenen aan van New Yorker. En voor de rest, ja, mijn haren even op zo'n half staartje gedaan. Maar ik denk dat het vrij snel gewoon volledig omhoog gaat. Omdat het gewoon zo vies warm weer is. Ik doe geen make-up op. Ik heb een oorbelletje in van Bijou Brigitte. En ik heb wat enkelbandjes om van de Primark. Kortom, wel een hele gezellige outfit, moet ik zeggen. Maar is het mijn beste? Dat weet ik zo net niet. Maar ja, weet je, ik wist het gewoon even niet. Ik heb heel veel kleding in de kast liggen. Maar soms heb je gewoon van die dagen dat het weer gewoon doet wat hij wil doen. En dat je eigenlijk gewoon niet weet wat je aan moet trekken. Maar voor nu vind ik het gewoon een prima outfit. We doen het er vandaag maar mee. Ik wilde hem graag met jullie delen. En dan hoop ik jullie morgen of overmorgen weer terug te zien met lookje nummer 4 alweer. Een hele goede middag. Het is alweer bijna avond. Maar welkom bij lookje nummer 4 alweer, zeg ik het goed? Ja, volgens mij is dit lookje nummer 4. Wij zijn zojuist teruggekomen van een heerlijk dagje Beekse Bergen. We hadden eigenlijk andere plannen, maar is allemaal even niet goed gegaan. Maar ja, dan kun je bij de pakken neer gaan zitten en ervan gaan balen. Of je kunt gewoon doorpakken en iets anders gaan doen. En we hadden zoiets, we gaan vandaag lekker naar de Beekse Bergen toe. Zoals je kan zien schijnt lekker het zonnetje. Dus we hadden er ook echt prima weer op. En toen dacht ik me, ik heb helemaal het lookje van vandaag nog niet aan jullie laten zien. Dus dat doe ik nu eventjes. Ik zie er wel een beetje verwilderd uit. Maar wat ik al zei, we komen net terug van een dagje weg. Ik ben lekker naar de Beekse Bergen gegaan. Eigenlijk in een heel toepasselijk pakje. We zouden eigenlijk naar de Molenwaard gaan. En dat is een avonturenboerderij. Dus had ik dit ook gewoon aangetrokken. Maar nu gaan we naar de dierentuin toe. Was het eigenlijk ook gewoon een prima pakje. Het is een jumpsuit van Shein. Hij is van de gewone collectie, als ik het goed zeg. En ik vind het echt een heerlijk pakje. Het stofje is ontzettend fijn. Ik vind de fit heel erg tof. Het is toch een loose modelletje aan de benen. Maar ook weer niet dat het heel los valt. Want daar hou ik zelf niet zo heel erg van. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Het is een heel gewaagd pakje. Niet iedereen durft hierin te lopen. Ik voel me hier wel gewoon. Ik heb hier genoeg zelfvertrouwen voor, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind hem ontzettend leuk. Ik doe er dan nog wel een riempje op. Want hij zit wel. Ik weet niet of dat jullie het zien.
er zit wel een naad, maar ik accentueer dat dan nog eventjes met een riempje en dan breekt het ook net even wat meer. En ik had hier in eerste instantie een nep leren jasje overheen, maar het was zo warm dat ik die op een gegeven moment gewoon uit heb gedaan. En dan heb je nog steeds gewoon een lekker pakkie. En daaronder heb ik van die ja, neppe All-Stars platforms aan die ik bij New Yorker heb gekocht. Zeker als we dan wat vele stappen gaan zetten op een dag, zijn dit gewoon wel echt de ideale stapschoenen. Sorry dat er her en der wat speelgoed hier staat, maar Jax die speelt gewoon graag bij ons op de slaapkamer. Helemaal prima. Ja, mijn haar zit op een half staartje. Ik heb oorbelletjes in van Bijou Brigitte. Al met al wel een heel eenvoudig lookje, maar ik vond hem toch wel weer heel tof om met jullie te delen. En dan hebben jullie natuurlijk morgen het laatste lookje van mij te goed. En is dit, als ik het goed zeg, lookje nummer 4. En anders krijg je na de outro, want dan is het lookje nummer 5. Maar volgens mij was het lookje nummer 4. Zo, een hele goede middag. En welkom bij het laatste lookje wat ik met jullie ga delen voor het lookboek van deze keer. Ik sta weer in de spiegel. Wederom weer een heerlijke zonnige dag, zoals je kan zien. Raam staat even open, zijn wat achtergrondgeluiden. Ik zeg het denk ik in alle beelden die ik op het moment met jullie deel. Maar sorry mocht je daar een beetje last van hebben. Ik ben vandaag al druk bezig geweest. Ik heb het huis lekker gepoetst. En ja, ik had even zin om gewoon nog even iets gezelligs aan te trekken. Nu kan het allemaal nog. Het is nog een aantal dagen lekker weer. Voordat het dadelijk weer gaat regenen en weer slecht weer gaat worden. Zoals we ondertussen gewend zijn in Nederland. En dit is toch ook wel weer een heel lekker zomerslookje, al zeg ik het zelf. Ik heb een lekker fluoriserend geel shirtje aan. Hij is echt een stuk feller in het echt dan op camera. Op camera komt hij een beetje oker over, maar hij is echt lekker geel. Is van H&M van een aantal jaar geleden. En ik twijfelde eerst van, vind ik dit wel leuk? Maar toen ik het in mijn rok ging doen, ja, het is natuurlijk een witte rok, dus hij schijnt een beetje door. Dan zie je hier die punten zitten. Dus ik had zoiets, nee, gaan we niet doen. En op zich, ja, ik voel het wel. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Dus ook eens een keer wat anders. Meestal doe ik al die topjes allemaal standaard in mijn rok. Maar ja, het is al een crop top. Dus op zich, ja, hij komt eigenlijk ook wel mooi zo op die naad van die rok uit. Benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik vind het in ieder geval wel een heel leuk topje. Maar is al wel een aantal jaar oud. Daaronder draag ik ja, deze fantastische witte rok. Mocht je me langer volgen. Ik denk dat ik hem al een keertje heb gedeeld in het zwart in een lookboek. Twijfel eventjes, maar ik heb hem anders nog wel in een shoplog die van Shein is dat. Ik kan hem eventjes linken in de beschrijving. Daar kun je zien dat ik hem ook in het zwart heb. En het is echt een fantastische rok. Er zit ook een onderrokje in, zoals je kan zien. Die stopt ongeveer hier. Op zich niet heel storend, alleen maar fijn. Shein Curve, ja, echt een heel fijn rokje is dit. Fijn rokje, fijne rok. Ik heb nog geen schoenen aan. Ik twijfel een beetje of dat ik hier gewoon lekker stoer een sneakertje onder doe. Of een slipper, moet ik nog eventjes kijken. En ik doe dadelijk gouden oorbelletjes in, maar die liggen nog in de badkamer. En die zijn van de Primark. Dus ik doe niet te veel met mijn haar, want die zijn nog een beetje nat van het douchen. Ik doe lekker geen make-up op. Ik ga lekker met een blote billengezicht naar buiten. Al met al weer een heel eenvoudig lookje, maar ik vond hem wel weer leuk genoeg om met jullie te delen. Dit was in ieder geval het laatste lookje van dit lookboek. En hopelijk heb je er wat inspiratie uit kunnen halen. Ik zie nou dat er een heel raar licht zo over mijn hoofd heen schijnt, maar ik sta al even op de kamer van Liv om ja, de intro en de outro op te nemen. Dus vandaar dat je een beetje ja, raar beeld hebt. Misschien een aparte achtergrond, niet gewend van mij. En ik zie nou dus ook dat er zo'n straal licht over me heen gaat. Maar bij deze wilde ik uiteraard nog wel eventjes de video afsluiten. Dit waren natuurlijk alle lookjes die ik dus de afgelopen tijd heb opgenomen, heb vastgelegd voor jullie. Ik hoop dat jullie ze weer leuk vonden. Laat zeker in de reacties even weten wat jouw favoriete lookje was. Ik hoop de komende tijd wat meer te kunnen delen over het nieuwe concept wat ik wil gaan toevoegen aan mijn YouTube kanaal. Mijn Instagram gaat uiteraard ook veranderen naar Liefs Monique. Ik voel me er heel goed bij. Ik denk ook echt wel dat Liefs Monique steeds meer bij mij gaat passen. Vooral omdat ik ook gewoon ja, steeds anders in het leven ben gaan staan. En het betekent niet dat mijn content dan helemaal anders gaat zijn. Ik ga niet hier allemaal lopen zweven. Dat is niet wie ik ben. Maar ik vind het wel heel belangrijk om mijn zelfacceptatie een beetje aan jullie over te brengen. Dus ik hoop dat jullie meekijken in die journey de komende tijd. Vond je dit in ieder geval een leuke video? Doe dan eventjes die duimpjes omhoog. Abonneer je nog even gratis en verblijvend op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik je volgende week weer terug te zien bij een nieuwe video.